Julie, baby, you're my thou givest feeling. Zou u het erg vinden dat ik wat zachter te zetten? Ik zit een brief te schrijven. Ik denk dat het werkelijk dringend is. Ah, mevrouw Roosten, bent u hier? Weet u dat de centrale verwarming in de bibliotheek bijna steenkoud is? Ja, ziet u mevrouw Bal, het spijt me zeer, maar we hebben bijna geen kooks meer. En ik betaal hier 7 pond in de week. 7 pond! Dan heb ik geen zin om kou te lijden. Goed. Ik zal hem wat opstoken. Hoe zal ik het zeggen? Pas maar op, petit madame. Als u spreekt over de duivel, u trap op zijn staart. Ik had u helemaal niet binnen horen komen. Nee, ik kwam op mijn tenen gelopen. Kijk zo. Het is niemand die mij hoort als ik dat niet wens. En dat vind ik buitengewoon amusant. Oh ja? Nou, ik niet. Ik denk dat ik maar eens verder ga met mijn brieven. Bent u meneer Ralston? Jazeker. Dank u. Brigadier Trotten van de recherche. Kan ik die skis hier ergens kwijt? Ja, dat gaat me nou voor. Het is onmogelijk dat u al brigadier bent. U bent veel te jong. Ik ben niet zo jong als ik eruit zie, mevrouw. Nee, maar wel heel geweldig flink. We kunnen uw skis wel zo lang even onder de trap leggen. Mevrouw Ralston, zou ik even uw telefoon mogen gebruiken? Oh, maar natuurlijk. Het herkenningsmelodietje van een moordenaar. Stel je toch voor wat voor een kikken dat zal geven. Hé, ik kan helemaal geen aardig programma vinden.